Stop muziek. Ik heb het op pauze gezet. Het valt mij steeds vaker op, als ik op de snelweg zit, dan zie ik iemand voor me zwalken. En als ik er dan voorbij ga, dan zie ik die mensen allemaal de hele tijd met hun hoofd naar beneden op die smartphone kijken. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Gelukkig komen er steeds betere oplossingen, waardoor het rijden met de auto en bijvoorbeeld je muziek afspelen of navigeren een stuk makkelijker wordt. Nou, ik heb hier de Opel Astra en die heeft CarPlay ingebouwd. Ja, en dat zou de bediening van mijn smartphone via het stuur, via Siri stemcommando's veel veiliger moeten maken. CarPlay in de Opel Astra activeren is heel eenvoudig. Je steekt een lightning kabel in de USB aansluiting van de auto en vervolgens in je iPhone. Je wacht een paar seconden en dan gaat hier CarPlay verschijnen. En ook op het display. Klik je erop. Ja, dan heb je een soort touchscreen mini iPad uitgekleed met hele grote iconen. En dat zijn er maar een paar. Zoals je ziet aan de iconen kan je telefoneren, muziek afspelen, navigeren, sms berichtjes doen. Nou, dan nog wat audioboeken, maar het is heel beperkt. Dat is natuurlijk opzettelijk, want je wilt niet dat iedereen gaat Facebooken, Twitteren, Instagrammen tijdens het rijden. Je kan CarPlay op drie manieren bedienen. Via touchscreen, via de knoppen op het stuur en via stemcommando's, via Siri dus. Ik ga een stukje rijden, even kijken of het allemaal veel makkelijker en veiliger is om mijn smartphone te bedienen. Op het stuur heb ik een knop voor stembediening. Die druk ik lang in. Vind de dichtstbijzijnde benzinestations. Sorry, David, ik kan dat niet doen terwijl je in de auto zit. Geef me de route naar het dichtstbijzijnde benzinestation. Nou heeft hij. Geef me de route naar het dichtstbijzijnde benzinestation. Of even... Ik weet niet wat ik bedoel. Geef me de route naar het dichtstbijzijnde benzinestation. Jezus, dit is toch niks dit? Lees berichten voor. Ja, ik rijd nu al een uurtje rond en ik probeer CarPlay uit en het werkt echt voor geen meter. Dan passeer ik de muziek bijvoorbeeld met Siri en dan 5 seconden later gaat hij hem weer afspelen. Dan wil ik iets zoeken, bijvoorbeeld dichtstbijzijnde benzinestations, dan wil hij dat niet vinden of hij verstaat me niet. Oké, de touchbediening dat werkt wel, maar dan moet ik weer met mijn ogen naar het touchscreen en dat maakt het niet veiliger. Dan heb je ook nog de stuurbediening, bijvoorbeeld de intercom knop. En die bedient zowel de stemcommando's van de Opel Astra als Siri. En ja, kortom, ik heb eigenlijk ontzettende road rage van die CarPlay. Zelfs al sta ik helemaal stil. Speel geen ruzie in de auto. We gaan luisteren naar geen ruzie in de auto van Sesamstraat. Ik weet niet waar het aan ligt. Aan mij of aan de software in de Opel. Maar CarPlay werkt voor mij niet. Misschien voor een ander wel. Maar wat ik het probleem met dit soort technologie vind. Het moet gewoon feilloos werken. Half werken is niet goed genoeg. Dat maakt het rijden niet veilig. Ik ga gewoon mijn telefoon helemaal uitschakelen tijdens het rijden. En klassiek gewoon naar de ingebouwde radio luisteren. Dat is pas veilig.